Yo, de gasten, welkom bij een nieuwe video. Ik wilde vandaag een video gaan maken waarin ik me ging proberen te kwalificeren. Dat is natuurlijk altijd maar de vraag of het echt gaat lukken. Proberen te kwalificeren voor de Weekend League. Toen ging ik kijken wat voor een, wat voor eisen ze stelden, wat alle restricties waren, de tournament details. Je moet players from one club minimaal 6 in je starting 11. Dus dat betekent dat je minimaal 6 spelers van één team moet hebben en wat je daarna doet, dat maakt niet zoveel uit. Toen dacht ik eerst, hey, dat is mooi, dan kan ik gewoon met mijn team gaan spelen. Maar toen dacht ik weer, ja, dat is saai, want Inter is heel slecht op dit moment, dus daar wil ik niet aan herinnerd worden. En jullie vinden dat waarschijnlijk niet zo leuk, omdat jullie dat team wel eens hebben gezien en weten dat het best wel goed is. Dus toen ging ik kijken wat voor andere teams ik in mijn club had. En ik heb vrij recent deze squad gemaakt. Dat is de Zuid-Afrikaanse squad. Is nou niet echt het allerbeste team wat je ooit gaat zien. Maar, wacht even. Dit heb ik gemaakt vanwege squad building challenges. Ik ga daar zelf geen advies meer over geven, want heel veel mensen waren boos omdat ik advies had gegeven over de klassieker en Celtic tegen Rangers. Ben jij op een of andere manier boos daarom van mij, dan snap ik niet waarom. Ik heb dat gedaan. Ik heb 50.000 coins geïnvesteerd. Ik heb er 150.000 coins uitgehaald. Op een gegeven moment wat ik had gedaan, dus spelers kopen voor 500 coins. Op een gegeven moment waren ze voor 1500 coins, toen heb ik ze gewoon allemaal verkocht. Ja, als jij die spelers toen voor 1500 had gekocht, is dat een hele domme set van jou. Snap ik niet waarom je boos bent op mij. Ik hoop dat de meeste mensen er wel wat aan verdiend hebben. Maar er is ook een wedstrijd in Zuid-Afrika, namelijk de Orlando Pirates tegen de Kaizer Chiefs. Volgens mij heette dat de Orlando Pirates. Ja, Orlando Pirates tegen de Kaizer Chiefs. En dat zijn de enige twee Afrikaanse teams die op Ultimate Team zitten. Dus ik dacht, er is een grote kans dat EA daar een squad building challenge van gaat doen. Het is ook een grote kans dat het niet gebeurt, daarom durf ik geen advies over te geven. Maar daarom heb ik wel deze spelers in mijn club. En daarmee ga ik gewoon de Weekend League proberen te winnen. Ik denk dat dat een uitdaging is, jongens. Deze formatie schijnt heel sterk te zijn. Nou weet ik dat natuurlijk zelf nog niet, omdat ik nog niet heb geprobeerd. Maar ik ga wel wat instructies aanbrengen. Ik laat namelijk gewoon iedereen lekker achterblijven tijdens de aanval. Alright, we gaan de tegenstander zoeken in de Weekend League. Dit is, waarom doe ik dit ook weer? Geen idee, het moet gewoon met zin in. We hebben de eerste tegenstander van vandaag gevonden. Hij heeft het volgende team. Hij heeft Hunter op linksbuiten. Niet heel handig. Het is niet een hele goede speler namelijk. Maar gewoon een BPL-teampje. We zouden van hem kunnen winnen. Er is een mogelijkheid waarop wij zouden kunnen winnen. Helemaal omdat hij zijn team heel slecht in elkaar heeft gezet. Als hij Oscar en Oxlade-Chamberlain omdraait, had hij al veel meer teamgest. Maar wie ben ik om me daarmee te bemoeien? Oké, we gaan het niet hebben van actie. We gaan het niet hebben van goede dribbles. We gaan het niet hebben van lekkere afstandsschoten. We gaan het gewoon hebben van het pass en move van deze Zuid-Afrikaanse beesten. Oké. Parker. Oh, wat zei ik nou, Raoul? Ik zei dat we het niet gaan hebben van de dribbles waarschijnlijk, dus probeer dat ook maar gewoon. Sabalala. Nou, dat is ook niet de beste actie, zoals hij die op het WK wel had gedaan. Oké. Terugleggen, afmaken. Nee, hij wordt geblokt. Hij wordt van de lijn gehaald. Shit. Hadden we moeten scoren. Oh, nu doet hij het weer. Dank u. Nee, dit is... dat was een chip op goal. Ja, goed afgeschud. Diepgevel Parker. Hij is erdoor. En hij is links. Dit zou hij af moeten maken. Gered door de keeper. Volgens mij is Parker trouwens een oud FC Twente speler, als ik me niet vergis. Ja, en dan gaat Sabalala eroverheen. En sprinten. Dat is het enige wat je kan. Oh, ja. Dat zag de tegenstander niet aankomen. Nee, hij heeft 4-star skills. Ja, we staan er mooi voor. Sabalala, wat een beast. Volgens mij was hij toen het EK of het WK ook in Zuid-Afrika werd gegeven. Ooit heeft hij in ieder geval een heel ziek doelpunt gescoord. Ja, dat moet haast wel toen het in Zuid-Afrika werd gegeven. Want hoe zouden ze zich anders willen kwalificeren? Ja, hij had toen een heel ziek doelpunt gescoord, weet ik nog. Oh, dit is stom. Dit zou kunnen. Lekkere redding. Ik heb de laatste tijd met verdedigen heel vaak dat ik precies zie wat mijn tegenstander gaat doen. Dat mijn spelers in principe ook in een goede positie staan. Maar dat ze dan zelf gewoon niet doen qua ingrijpen ofzo. Scott Parker op Endoro. Diep geven. Op Ben Parker is het trouwens. Ben Parker. Nee, ik verwacht ook niet dat je je man voorblijft. Oh, je doet het. Ja, nee, je gaat er overheen. Kijk, ik weet welke passes hij gaat geven, maar ik kom er elke keer gewoon net niet tussen. Nu dan. Nee, dan heeft hij weer. Scheidsrechter fluit al voor rust. Ik weet zeker dat mijn tegenstander meer schoten heeft. En dat klopt niet. Wij hebben de meeste schoten. We hebben een goede pass accuracy. Oh, dit is lekker. Hier kunnen we op doorbouwen. Oké. 80ste minuut. Corner voor mijn tegenstander. Nee. Spitsie. Oeh, waarom schiet ik hem daarin? Waarom schiet ik hem nou in godsnaam daarin? En de verdediger die ik op achterstaan tijdens het aanvallen heb, die staat links buiten. Want die luistert niet. Ja, de scheidsrechter fluit af. We hebben de eerste wedstrijd gewonnen met een team dat zo ontzettend slecht speelt dat het geen goed idee is om ermee door te gaan. Maar dat doen we toch. Ze hebben hoge cijfers, maar ik snap niet hoe dat kan. Ik denk echt dat de pass accuracy ook echt heel erg beroerd is geworden, of niet eens. Alright, de tweede ronde. Nogmaals, het team speelt echt heel slecht. Het speelt gewoon echt heel slecht. Er is ook niet heel veel wat ik hiermee kan doen. Maar ja, gewoon... Ja.
Ga de tweede tegenstander zoeken. De tweede tegenstander is gevonden. Hij heeft het volgende team. Een beetje BPL en een beetje Paris Saint-Germain. Ik kreeg er laatst een comment over die iemand zei dat hij zich echt dood irriteerde aan hoe ik Paris Saint-Germain uitsprak. Ik zeg wel een PSG. Ja, nou, dit is kut. Dit is heel kut. Bij de iedereen en ik zelf ook. Stabalala, hij zag hem, hij scoort hem. Ik was het zeggen. Bij de iedereen zag dat ik die dieptebal niet op hem bedoelde. En uiteindelijk ging hij daar toch heen. Maar Stabalala krijgt de bal. En die maakt die gewoon heel erg lekker af. In de kruising, perfect schot. Ja, Spitsie. Kom op, Spitsie. In de verre hoek, Spitsie. Dat is een heel slecht schot voor iemand die niet eens uit balans werd gebracht. Terwijl je 81 balance hebt en alsnog rechts bent. Had je meer mee mogen doen, schatje? Oké, Spits, kom, schiet hem. Was richting de kruising gegaan, maar daar verras je die keeper natuurlijk niet mee. Oeh, ja, dit is... U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid. Haha, ja, volgens mij is het Ben Parker. Wat een mooi snorretje heeft hij, zeg. Keeper maakt een fout, tenminste, zijn verdediger maakt een fout. We nemen hem aan, Ben Parker is links. Schiet hem ook in de kruising. In dezelfde kruising als Tjabalala aan hem schoot. Het is trouwens Bernard Parker. Voor de mensen die misschien al overwogen om het te corrigeren in de comments. Bernard Parker, maar we noemen hem gewoon vanaf nu Ben. De scheidsrechter fluit af voor de rust. We staan 2-0 voor. Het speelt al beter dan de vorige wedstrijd. En we staan ook gewoon verdiend voor. Mijn tegenstander heeft één kans gecreëerd. En dat was net vanuit de corner die mijn tegenstander kreeg voordat de scheidsrechter afloopt van de rust. Maar meestal als ik dat zeg, krijgt mijn tegenstander dan aan het begin van de tweede helft direct een kans die hij scoort. En ik alsnog moet oppassen. Tenminste, dat is nu altijd het geval. Ja, oh, wat een combinatiespel. Wat een redding, Bob. Iemand. Vang hem op. Xulu, wie ben jij? Hij gaat erin, wie is het? Xulu. Hij vliegt erin, wat een... Oh. Ja, die bal wordt opgevangen door Xulu. En hij schiet hem erin. Wie is het? Volgens mij is het... Even kijken. Het is mijn centerback met 52 longshots. 3-0 voor, mijn tegenstander gaat waarschijnlijk rage quitten. Ja. Let's go, Zuid-Afrika. Derde tegenstander is gevonden. Hij heeft heel veel Liverpool-spelers, waardoor hij aan de eisen voldoet. En dan voor de rest Engelse spelers. Goed teampje, hoor. Best goed teampje. Snel vooral ook. Ja, daar ben ik niet blij mee. Oeh, hij is door met Walcott. Die kan ik niet bijhouden. Hij geeft hem voor. En onze... Heeft hij hem nou serieus? Krijgt hij hem nou serieus? Ah, dat ben je niet. Beter. Oh, goed verdedigd. Ja, op Mandisa. Heeft op zich wel een goed schot... Oh, ja. En in de rebound onze spits. Hij scoort eindelijk. Let's go. Ja, spits. Spitsie. Kom op, jongen. Oh, nou, dat is slecht schot. Oh, jee. Probleempje. 4-2. Heel erg fijn. Beter afleggen. Slechte bal. Slechte bal. Ziekenhuisbal. Oh, we hebben hem nog steeds. We hebben hem nog steeds. Combinatiespel met Zuid-Afrika. Oh mijn god, heerlijk doelpuntje. Echt een goed doelpuntje. Nee, oeh, ja, nu hebben we een probleem. Niet, Walcott, who are you, mate? Who are you? Oké, dit is de zoveelste vrije trap. Gaan we die gewoon direct nemen met Tsabalala? Ja joh, doe maar gewoon en ga ver over. Nog 20 minuten volhouden met dit. Tsabalala. Op Dongo. Dongo, wie is dit? Die keeper weer gewoon. Dat soort balletjes moeten er wel in, Raoul. Nu sta je 0-2 voor, maar als je gewoon niet voor had gestaan, dan had je een heel groot probleem gehad. Zo'n kans krijg je niet snel nog een keer. Ja, CDM, nu dan terug. Ik wilde hem terugleggen op die speler die hem aan hem gaf. En dan kon hij hem erin tikken, maar dat deed hij niet. Het is blessuretijd. We staan voor. Het is bijna zo goed als zeker. Ik wil nog een doelpuntje scoren. Gewoon even voor de leukigheid. Niet een doelpunt tegen krijgen. Ja, de scheidsrechter sluit af. We hebben de halve finale ook gewonnen. Met prima teampje uiteindelijk. De spits heeft een 9. Moet je die cijfers allemaal kijken, joh. Wat voor een team heeft de persoon tegen wie we moeten in de finale? Vooral veel Liverpool-spelers. Son in de spits is erg goed. Ik denk dat we hierdoor onderuit gaan. Ja. Dit zou uiteindelijk de tegenstander zijn die onze droom in duigen schopt. Door meer doelpunten te scoren dan wij. Ja. Oké, maar let's go. Alle vertrouwen in me... Nou, niet. Dat zeg ik wel, maar dat heb ik niet. Ik weet dat ze oppermachtig zijn en dat ze samen heel veel kunnen bereiken. Maar ik weet niet of ze beter zijn dan dit team. Oh, dit is... Oh, hier baal ik van. Ja, dan gaat hij terug. Peter, geen penalty. Nee, inderdaad. En een verdediger... We verdedigen zo goed, geven het bijna gewoon weer weg. Tsabalala. Tsababeast. Ja, hoe doet hij het? De spits raakt de bal kwijt.
Ed Sabba, die vangt hem gewoon op en die schiet hem gewoon binnen. Wat een beast. Oh, kom op. Ben Parker. CDM. Op het Sabba beast. Huh? Op spits. Open draaien. En schieten. 0 tegen 2. We staan 0-2 voor in de... Open draaien. Inhouden. Afdrukken. Ja, we hebben nog een kans. Spitsie. 0-3. Ja! Nee, oh, oeh. Nee, dit is, oh, dit is, dit is vervelend. Dat is zo'n slecht schot en die keeper heeft hem niet. Zo'n zwak schot en die keeper heeft hem gewoon niet. En die rebound is dan voor mijn tegenstander, dat is, ja, dat is ook vervelend. Maar zo'n zwak schot moet je toch gewoon hebben, keepertje. We stonden heel comfortabel voor, maar nu begin ik toch weer te twijfelen. Tsabalala gaat er, oh, helemaal overheen. Ja, spits is er weer door. Spits is er weer door. Gaan we afmaken? Ja, dit gaan we afmaken. 1-4. Die spits heeft wel besloten dat hij vandaag even zijn best gaat doen. Hij heeft een hat-trick. Gaan we ook doen. Verre hoek, spitsie. Wat een kopbal, joh. Ja, diep geven. Wie is dit? Kan hij het afmaken? Ja, hij maakt het af. Ik weet niet waarom. Parker, Ben. Ben, natuurlijk. Hij is links. Hij kan dat soort dingen. 1-5. Nu drukt hij nog een keer op start. Gaat hij die rage quitten? Ja, we hebben ons gekwalificeerd voor de Weekend League. Met ons Zuid-Afrika-team. Ons. Ja, het speelde echt heel goed die laatste paar wedstrijden. We hebben ook een pakketje als het goed is, toch? Jazeker, dat gaan we openen. Ik wil jou in ieder geval ontzettend erg bedanken voor het kijken. Een blauw duimpje zou ik super tof vinden. Het is maar een goldpack. Er zit waarschijnlijk niks in. Je kan abonneren en ik ga waarschijnlijk meer video's van de Weekend League maken. Dat zul je dan zien op mijn kanaal. En als je abonneert, kan je dat gewoon rustig volgen. Dan krijg je dat in je subbox. No stress, we krijgen Willems. Maar oh mijn god. Zuid-Afrikaanse beesten. De droom van Zuid-Afrika is waar geworden. Ze hebben zich gekwalificeerd voor de Weekend League. Jij wordt bedankt voor het kijken. En dan check jullie allemaal bij de volgende video. Houdoe!